Welkom bij het seizoensoverzicht van de Ajax-vrouwen. Met Danny Schenkel nog altijd aan het roer, gaan de Ajax-vrouwen weer op jacht naar prijzen. De selectie wijzigt op een aantal plekken. Lucie Vonkova beëindigt haar carrière en Samantha van Diemen vertrekt naar Feyenoord. Daar tegenover staat dat onder andere kiepster Regina van Eijk overkomt van het talententeam. En Nadine Noordam en Romee Leugter worden van buitenaf aangetrokken. Met name die laatste moet meer scorend vermogen brengen. Ik ben een aanvaller. Ik kan in principe op alle drie de posities voorin spelen. Ik ben denk ik al een creatieve speelster. Ik hou ervan om de bal te hebben, maar ik kan ook goed voor diepte zorgen. Ik denk wel dat ik een gevaarlijke speelster ben en met veel dreiging naar het doel toe. Maar ik kende Romee al een tijdje via het Nederlands elftal en daar kon ik altijd goed met haar samenspelen. En je ziet ook terug in de wedstrijden dat het echt wel vaak gebeurt is dat ik de bal op Romee geef en dat zij scoort. Dus ja, ik was heel blij dat ze kwam natuurlijk. Na een goede voorbereiding begint de ploeg van Danny Schenkel met een uitduel bij Excelsior. Noordam en Leugter maken direct hun officiële debuut. En Leugter laat meteen zien waarvoor ze is aangetrokken. Goede schijnbeweging en een schitterende eerste goal van het nieuwe seizoen. Dan is daar ook al inmiddels de 0-2. Romee Leugter is er doorheen en zij scoort bij haar officiële debuut. Traditie ook bij de Ajax-vrouwen dus. Halverwege de eerste helft. Tweede helft ook Kelly Zeeman in de ploeg gekomen. Zij keert terug na een verhuurperiode aan Heerenveen. En hier is Grant. Grant alsnog en dan is het 0-4. Toen de tweede wedstrijd tegen Twente, toen... Ik vond echt dat we een goede wedstrijd hadden gespeeld en dat we het eigenlijk de eerste helft al een beetje op slot moesten gooien. Alleen de bal wilde er echt niet in. Goeie bal dit van Pilova naar Grant. Nou, Tromp weer helemaal vrij en daar is hij dan. Och. Kasperij, hard. Misschien net wat te hard, maar het kan nu alsnog aannemen en schieten en dan zit hij erin. Het is het doelpunt van Kelly van Doren. Ja, dat is wat je met een kans moet doen. Hem er gewoon injassen. Iedereen die de wedstrijd heeft gezien, die had gezegd dat als je met de 4-5-1 naar huis was gegaan, dan had het een hele normale uitslag geweest. Maar je staat hier met een 0-1 nederlaag. Dus het is een heel zuur gevoel. Ja, dat was wel zonde. Alleen dan moet je uiteindelijk ook gewoon door. Dus dat hebben we denk ik wel gedaan. Na Twente volgt het duel met ADO, waarin kiepster Isa Potthoff de geblesseerde Lise Kok vervangt. In de Hofstad wordt er niet gescoord, waardoor Ajax opnieuw punten verspeelt. Verrassend in de korte hoek. Je zag het aankomen, het schot van Chesty Grant. Goede redding van Lorsheim. Dat moet tegen Heerenveen anders en dat lukt. Al is het in de dying seconds als Ashley Bakker bij een 1-1 stand in het veld komt voor Marjolein van der Biggelaar. Isa Potthoff met een lange bal naar voren. Daar spitsen en dan is Ashley Bakker weg en die scoort. Wat een wissel. Ajax op 2-1 door Ashley Bakker in de allerlaatste minuut. Hoe is het mogelijk? Begin oktober reist Ajax naar Rotterdam voor de klassieker. Voor het eerst, want Feyenoord is een nieuwkomer in de Eredivisie voor vrouwen. Gewoon een heel nieuw samengesteld team natuurlijk. En ja, het was ook de vraag van hoe gaan ze spelen, met welke speelsters gaan ze spelen. En natuurlijk heb je na die wedstrijd toe wel wedstrijden gezien van ze. Maar ja, tegen Ajax is het toch anders. Iedereen geeft toch 200% als ze tegen ons spelen. In Rotterdam gaat het flink mis. Met maar liefst 4-1 gaat Ajax zijn schip in. Ja, wat daar gebeurde, ik denk dat we als team een beetje onder... Onder spanning stonden misschien ook van de hele ambiance wat daar was. En ik denk dat we daar niet het spel hebben laten zien wat we normaal kunnen. En dan zie je ook dat je tegen een Feyenoord zo onderuit kan gaan. En dat was absoluut niet nodig, maar wel gebeurd. En ik denk dat we daarna ook wel daarvan hebben geleerd. En dat daarna ook niet meer is gebeurd zo. Tegen VV Alkmaar gebeurt dat in elk geval niet. Wat wel gebeurt is dat Regina van Eijk, die begin van het seizoen pas debuteerde in de selectie, onder de lat staat. Want ook tweede keeper Isa Potthoff is geblesseerd. Van Eijk, overgekomen van het talententeam, krijgt de kans om zich te laten zien.
Ajax wint makkelijk met 5-0, mede dankzij deze beauty van Grant. De bal op Tromp, Tromp. Ja, die stond helemaal klaar. En dan Chesty Grant. Chesty Grant, 5-0. Prachtige uithaal in de kruising. Ook het uitduel met PEC Zwolle eind oktober wordt gewonnen. Ajax klimt inmiddels naar de derde plaats. Een week later komt PSV op bezoek en Ajax laat zien dat het inmiddels de vorm te pakken heeft. Leugde kent geen zenuwen tegen haar oude club en is belangrijk voor haar ploeg. Na vroege 1-0 voorsprong komt de tandem Leugde-Grant goed op gang. Daar is Grant en daar is 3-0! En dan gaat daar Chesty Grant. Wordt dit dan de eerste van de tweede helft? Jazeker! Het bedankje van Leugter is logisch. Grant in de diepte. En weer veel sneller dan Levels voor de goal. Leugter voor haar tweede. Ja, toen ging het wel lekker. Het is eigenlijk standaard fik de bal op mij en ik gaf de bal erom mee. En zo maakten we eigenlijk onze goals. En ja, dat is vaker gebeurd. Dus ja, ik denk wel dat het toen wel echt begon te lopen. Dat je gewoon blind die bal kan geven en ik weet dat Romee voor de goal staat. Dat is gewoon heel fijn. Ja, ik denk belangrijk voor het team geweest en met de twee doelpunten en assist op Chess. En nee, dat was wel een goede wedstrijd, zeker. Ja, we hebben wel iets moois neergezet afgelopen zondag. Nou, we hebben Twente thuis gehad, een hele goede wedstrijd gespeeld. Alleen een hele lullige 1-0 nederlaag. Een stukje revanchegevoelens voor die wedstrijd. En we proberen die lijn van PSV door te trekken, dus ik heb er hier veel zin in. Na 3 overwinningen wacht de tweede krachtmeting met Twente. De concurrent heeft inmiddels ook punten laten liggen. Ajax komt op een 2-0 achterstand, maar doet wat terug via Leugter. De kans en de goal. Leugter met de aansluitingstreffer. Leugter. Uiterste precisie in het hoekje. Ajax op gelijke hoogte. Kalma. Kasparij had daar de ruimte gezien. Kasparij, de team van Twente, komen op voorsprong. Dan kom ik op een gegeven moment 2-0 achter. En dan krijg je wat meer ruimte om te spelen en dat creëer je misschien ook zelf. En dan worden we wat vaster aan de bal. En dan gaan er steeds meer momentjes komen en dan kan je in die achterste lijn van hun gevaarlijk worden. Nou, en dan kom je weer in de wedstrijd en dat hebben we hartstikke goed gedaan. Tot een 2-2. Nou, ik zei een paar momentjes op meer. Nou, maar je mag in ieder geval niet met een nederlaag van het veld stappen. Ja, helaas geven we dan echt op het einde weg, terwijl dat echt niet had gemoeten. We hadden gewoon of de wedstrijd gewoon gelijk moeten spelen of de wedstrijd desnoods moeten winnen, want hun stonden met 10. Alleen ja, het is dan jammer dat je hem daar verliest, want dat zijn ook wel de belangrijke wedstrijden. Ja, het waren heel dure punten, want we hadden gewoon gelijk kunnen spelen of zelfs nog kunnen winnen. Dus dat is echt zonde. Tegen Excelsior en VV Alkmaar recht Ajax terug. Na zegens op beide ploegen staat Ajax zelfs eerste, omdat Twente punten heeft gespeeld tegen ADO. In de laatste wedstrijd van 2021 komt Feyenoord op bezoek. Dit is een rechtstreeks gevecht om de eerste plek. De Rotterdammers hebben evenveel punten, maar wel een wedstrijd meer gespeeld. Van der Most. Obispo, maar half, dat is niet genoeg. Van der Most wordt daar geschept. Is dit een penalty? Nee, ja, toch wel. Toch wel. Romee Leugter om de twee handen vol te maken dit seizoen. Nummer 10. Ze schiet hem toch aardig binnen. Onberispelijk binnengeschoten hoor. Spitsen. Leugter is goed vertrokken. Kan gaan uithalen, kan ook gaan voorgeven. Maar voorgeven hoeft helemaal niet. Romee Leugter, nummer 11 van het seizoen. En 2-0 voor Ajax. De koppositie is met de kerst en in het nieuwe jaar voor Ajax. Ja, het is altijd fijn als je als eerste de winterstop ingaat. Dan weet je gewoon, nou, we hebben dit seizoen best wel goed afgesloten. En je weet ook gewoon dat je daarna hartstikke hard moet knallen om gewoon eerste te blijven staan. En zo gingen we eigenlijk gewoon na de winterstop er ook weer in. Na de winterstop wordt duidelijk dat Dennis Schenkel geen beroep meer kan doen op de zwangere Marjolein van de Biggelaar. Vita van der Linden is nog geblesseerd, maar Jonna van der Velde keert terug in de selectie. Tegen ADO lijkt het mis te gaan, maar nu is Grant in een andere rol dan gebruikelijk weer belangrijk. Eerste bal over de lijn, dat is de grote vraag. Veel effect. Van Eijk loopt naar voren en dan Chesty Grant.
De eerste overwinning van 2022 is een feit. Eind januari is topklasse DTS Ede een makkelijke eerste horde in de achtste finale van het bekertoernooi. In Heerenveen wordt de zegentocht voortgezet en daarna wordt ook PEC Zwolle vrij eenvoudig verslagen. Mede dankzij het droomkoppel Grant Leuchter. En daar de bal op Romee Leuchter, de topschutter van Ajax. PSV uit wordt eind februari gespeeld. Opnieuw blijkt Ajax aan het langste eind te trekken na eerst een 1-0 achterstand. Sherida Spitsen maakt haar eerste van het seizoen. Maar bij de eerste paal staat ook Rodriguez nog. Maar bij de tweede paal staat niemand. En dan zit hij erin, scoort Sherida Spitsen. En is Ajax terug in de wedstrijd. Wie anders dan Leuchter doet haar oude teamgenoten pijn door de winnende voor Ajax te maken. Hoekstra. En Leuchter doet het! Leuchter doet het zoals ze dat altijd doet. En zelfs in een wedstrijd waarin ze afwezig is en niet goed speelt, scoort ze. Na een simpele zege op VV Alkmaar wacht de kwartfinale in de beker tegen Twente. Daar lijkt het even mis te gaan. Toen kwamen we wel volgens mij best wel snel achter. Ik denk dat ze het daarna best wel ook snel hebben rechtgezet. Ja, ik weet niet, het liep gewoon die wedstrijd en alles viel wel gewoon lekker. Dus uiteindelijk, je ziet ook aan de uitslag 5-1, dus dat zegt natuurlijk ook wel wat. Grant gaat om Van Domselaar heen en Dijkstra kan die bal ook niet tegenhouden. Dit is een heerlijke assist als hij afgemaakt wordt en dat wordt hij. Door linksback Jonna van der Velde. Hier gaat Leuchter, die scoort meestal de laatste tijd en ook nu weer. Deze vliegt er zomaar in van Chastity Grant. Dit is een goed gevoel na elke volgende wedstrijd die er aankomt. En het is ook gewoon lekker als je als team zo'n prestatie neerzet dat je gewoon teamwedstrijden op rij gewoon kan winnen. En dat was het, want met de laatste drie wedstrijden voor de winterstop betekent de zege op Twente de 10e overwinning op rij. Vol zelfvertrouwen begint Ajax aan de altijd lastige uitwedstrijd tegen ADO. Hier komt ADO op voorsprong. Het ziet er allemaal niet heel goed uit bij die corner achterin bij Ajax. En het is inderdaad Chastity Grant met de gelijkmaker, de verdiende gelijkmaker. Opnieuw averij voor Schenkel en zijn team. Twente neemt de koppositie weer over. Maar lang kan er niet getreurd worden. Drie dagen later speelt Ajax de halve finale van de beker tegen Excelsior. Die ploeg staat laatst in de competitie, wint maar zelden in de recente weken. Chastity Grant blijkt Ajax goudhaantje. Ajax voor de 7e keer in de laatste 8 edities naar de finale van de Toto KNVB-beker. Eigenlijk hebben we de bekerwedstrijden best wel prima allemaal gespeeld, denk ik. Gewoon goede resultaten neergezet, zowel als tegen de amateur als tegen een Twente bijvoorbeeld. Dus ik denk wel dat we een goede bekerreeks neer hebben gezet en ik denk dat dat ook de reden is dat we uiteindelijk de finale binnen hebben gehaald. Voordat die finale gespeeld wordt, komt eerst PSV op bezoek. Na twee eerdere zegens van Ajax komen de ploegen dit keer geen van beide tot scoren. Mede dankzij knap optreden van Regina van Eijk en de paal die in de weg staat bij een schot van Grant, blijft het 0-0. Maar toch verliest Ajax opnieuw twee belangrijke punten in de titelrace. Twente heeft nu evenveel punten, maar wel een wedstrijd minder gespeeld. Je moest winnen vandaag. Je wil iedere wedstrijd winnen, maar dit was al een hele belangrijke wedstrijd. En je had ook het gevoel dat je hem had kunnen beslissen. Daarom zag ik ook wel een aantal teleurgestelde kopjes op het veld. Hadden we moeten winnen. Het is een gelijkspel, maar voelt als een verlies. Drie weken later treft Ajax PSV opnieuw. Ditmaal is de Goffert in Nijmegen het decor. En het affiche, de bekerfinale. Belova. Goed, op Leuchter. Dan moet Leuchter hem klaarleggen. Aanval is uitstekend. Wat een mooi doelpunt. En het doelpunt is van de speelster die vorig seizoen de bekerfinale nog verloor van PSV met ADO. Nadine Noordam zet Ajax hier op voorsprong. Ah, Rodriguez doet dat goed en Van der Velde juist niet. Rodriguez nu een keer het juiste overzicht en dan is het doelpunt daar. Teestroep scoort. Kolen moet even oppassen.
Goeie voorzet dit en daar is de voorsprong alweer. Voor Ajax, Romee Leuk. En daar het middelpunt van alle vreugde, Belova. Want dit is een assist met hoofdletter aan. Van harte gefeliciteerd met de beker en de badjas. Ja, dankjewel. Nee, echt een heel goed gevoel en ik denk ook het zeker verdiend. Ja, wat een finale en de ontlading bij de 2-1. Ja, super mooi om bij te mogen zijn. Je was in de eerste helft een paar keer dichtbij een doelpunt. In de tweede helft lukt het en hoe? Ik had sowieso geen zin in verlenging, dus ik was echt blij dat ik die bal binnen kon koppen. En inderdaad super snel naar die gelijk maken, dus voor ons ook echt super goed. Na de gewonnen bekerfinale gaat Ajax vol in de achtervolging op Twente. De eerste drie wedstrijden worden makkelijk gewonnen van Excelsior, Heerenveen en PEC Zwolle. Het gat met de koploper is slechts 3 punten, maar het doelsaldo is, ondanks grote Amsterdamse uitslagen, was 8-2 en 7-0, ver in het voordeel van de Tukkers. De een na laatste wedstrijd van de Ajax-vrouwen is een bijzondere. Danny Schenkel en zijn ploeg werken toe naar de confrontatie met Feyenoord in de Kuip. Sowieso voor het eerst in de Kuip, vrouwenvoetbal. Dus als je dat al mag doen, dat is natuurlijk al helemaal vet. Maar ja, je moet daar 3 punten halen. En daar gaan we natuurlijk voor. Maar liefst 15.000 toeschouwers zijn afgekomen op deze klassieker. Opdracht voor Ajax, winnen en proberen het verschil in doelsaldo met Twente kleiner te maken. Om zo de druk op de koploper op te voeren. De Amsterdamse dames beginnen sterk en komen op voorsprong. Natuurlijk is het Leuchter. Het gaat dan snel. Dit is Tromp. Alle ruimte even naar binnen. Uithalen. Ajax moet dus winnen. En dan hopen dat concurrent Twente, dat de leiding heeft in de competitie, verliest of gelijk speelt tegen PSV. Ajax doet wat het moet doen. Geen veldje aan de lucht dus voor de Ajax-vrouwen. Totdat hier Doorn in de fout gaat en Hendricks van Feyenoord de mogelijkheid biedt om op 1-3 te komen. Vrijwel alles gebeurt in de eerste helft. Voor het eerst dus een wedstrijd bij de vrouwen in de Kuip. En hier wordt het 1-4. Goede aanval van Ajax. Eén momentje nog in de tweede helft. Als ook de berichten doorkomen dat Twente gaat winnen. Dat zou dus betekenen dat Ajax volgende week met 10-0 moet winnen van Twente. Om alsnog kampioen te worden. Nou, uiteindelijk wel blij, omdat we het wel goed doen. Vooral voornamelijk de eerste helft. En de tweede helft hadden we natuurlijk echt wel meer goals moeten maken. Want die kans hebben gehad. Maar goed, al met al is het een beetje een dubbel gevoel. Het is mooi dat je hier mag spelen en dat we hebben gewonnen. 4-1, dat zijn duidelijke cijfers. En natuurlijk, daar hadden we wel 3, 4, 5 goals bij gekund. Ja, 10-0, het zijn hele grote uitslagen. Vooral tegen Twente. En is dat realistisch? Misschien niet. Maar je kan er natuurlijk altijd voor gaan. Want stel het gebeurt, dan ben je gewoon kampioen. Maar we wouden gewoon een goede wedstrijd neerzetten en gewoon alles geven. De laatste wedstrijd van de competitie staat Ajax dus voor een haast onmogelijke taak. De wedstrijd wordt gespeeld voor eigen publiek op de toekomst. Gewoon redelijk snel genomen. En nu is daar de kans voor Belova. En daar is de goal. Romee Leuchten, wie anders? Ja, de eerste helft hebben we echt een goede wedstrijd neergezet. We stonden ook overal 1-1, dus dat was ook best wel zwaar. En je zag in de tweede helft dat het gewoon iets inzakte. Ja, en dan is Twente ook gewoon goed in bijvoorbeeld de omschakeling, de balletjes erachter. En als je dat dan niet meer kan belopen, dan wordt het heel lastig. Ik denk bij het eerste doelpunt van Twente dat ik zelf in de fout ga. En dat mag sowieso niet gebeuren. En ik weet niet, dan zie je op een gegeven moment dat het gewoon... Het wordt gewoon heel moeilijk en zij krijgt er natuurlijk ook weer geloof in. En dan wordt het weer echt een wedstrijd. En dan is het bij ons gewoon, dan is het gewoon klaar, weet je wel. Dus dan is het gewoon zonde dat, dat je hem uiteindelijk dan ook nog verliest. Maar het zat er gewoon niet meer in. De laatste prijs van het seizoen is de Eredivisie Cup. De drie winnaars van de periodetitels en het hoogst geplaatste team op de ranglijst zonder periodetitel
spelen via knock-outwedstrijden om de winst. In de halve finale wint Ajax van PSV en dus kan de ploeg van Danny Schenkel zich opmaken voor de finale tegen Twente. De Amsterdammers komen op in speciale shirts ter ere van de geblesseerde Kelly Zeeman, die afscheid neemt. Leuchter, Leuchter. Oh, schitterend. Romé Leuchter. Eén keer de vrijheid voor Romé Leuchter om die bal goed te leggen en uit te halen. Dan is het zoals zo vaak dit seizoen weer raak. Dijkstra. En oh, wat een schitterende goal zeg. Van Annalena Stolze. Goeie genade. Wat een heerlijke goal zeg. Ze kon het zelf ook niet geloven. Stond met de handen op het hoofd. En dat is ook de stand bij rust. Maar in de tweede helft gaat het fout voor Ajax. Vlak voor tijd staan de Amsterdammers met 4-2 achter. En dan lijkt het gespeeld. Tenzij ze hier nog een doelpunt maken natuurlijk. En dat zou kunnen, want Hoekstra heeft de ruimte. Wacht lang, Hoekstra. En schiet hem dan binnen. Prachtig doelpunt van Tini Hoekstra. En dan is het afgelopen. En wint FC Twente deze finale van de Eredivisie Cup. Je komt deze kant op om de laatste prijs van het seizoen te pakken. Op een mooie manier afscheid te nemen. Hè. Als team, maar ook ik als trainer natuurlijk. Een aantal meiden die ook gaan of moeten vertrekken. Zo'n laatste nederlaag doet gewoon super veel pijn. Ja, ik denk dat dit seizoen gewoon heel dubbel was. Aan de ene kant natuurlijk iets moois neergezet. En aan de andere kant teleurstellend dat we niet kampioen zijn geworden. Well, ik denk dat ik ten opzichte van vorig jaar best wel verbeterd ben. En ik denk ook dat dit seizoen ook wel best wel prima is gegaan. Tuurlijk zijn er dingen, wedstrijden die wat minder gaan en daar moet je voor jezelf aan werken. Maar op zich ben ik best wel tevreden over dit seizoen.